Beste mensen, in de volgende video zien jullie een paar bemoedigende woorden van verschillende mensen van Seinpost. Ga er even lekker voor zitten, geniet ervan en wees bemoedigd. Goedemorgen allemaal. Het is vroeg vanmorgen. Ik sta in Heerde en ik probeer hier een auto vol materiaal af te leveren. Allemaal vers spul voor de winkel. Het is sla, andijvie, soepgroenten, alles wat de winkel maar nodig heeft. Supermarkt in Heerde. Hoi, hey, met Grace. Je krijgt groeten van mij, je krijgt groeten van Giron en Chirino en Shamila. En we missen jullie heel klein beetje. En we missen vooral de inloop, de driegangenmenu en de kerk. Mis ik ook een klein beetje. Maar verder gaat deze kant heel goed. En we houden jullie in gebed. En hou jullie taai, blijf binnen. Ga niet naar buiten, alleen als het noodzakelijk is. Blijf vertrouwen in God. En we zien elkaar heel snel. Peace out. Beste mensen, ik moet even wat van het hart. Ik moet zeggen dat ik de Seinpost ontzettend mis. Ik ben vorig jaar overspannen geworden. En ik zocht naar iets om mensen te ontmoeten. En dat vond ik in de Seinpost. Ik ben er heel erg blij mee. En de samenkomsten, die geven mij heel veel vreugde. Ik mis ze enorm. We weten natuurlijk niet hoe lang het duurt. Maar ik hoop dat het snel weer over is. Dat we elkaar weer snel kunnen ontmoeten. Want ja, het eten was prettig. De organisatie organiseerde gewoon muziekavondjes waar we samen kwamen. Het is allemaal heel leuk in elkaar gezet. Ik heb genoten. Ik mis jullie allemaal ontzettend. En ik hoop dat het snel weer voorbij gaat. Tot ziens. Hey lieve mensen, we hopen dat het goed gaat met jullie. Zoals je ziet zijn wij lekker in de tuin bezig geweest. En alle oude rommel opgeruimd. En ruimte gemaakt voor nieuw leven. Voor nieuwe bloemen en planten. En ik dacht misschien is het voor jullie ook wel gewoon een fijne tijd om oude rommel op te ruimen. En ruimte te maken voor nieuw leven. Ruimte te maken voor God. En voor wat hij voor nieuwe dingen wil laten zien aan je. Dus ik hoop dat het nieuwe leven, wat je overal ziet, jullie ook bemoedigt. Houd mij vast en laat uw liefde Ik sluit af met een gedicht dat ik heb gekregen van Anja Verhoef. Ik zal dat voorlezen. Heb jij een recept tegen tranen? En is er een pil tegen verdriet? Weet jij of dat alles bestane? Of zijn zulke middelen er niet? Ken jij soms een poeder voor vragen? Een drankje voor rouw en gemis? En ook iets voor al te zware dagen? Voor als er geen uitzicht meer is? Bestaat er een boekje voor nachten? En is er een versje voor troost, als je zomaar stil ligt te wachten, maar dan is de onrust het grootst. Zeg, is er een antwoord te geven? Is liefde misschien het medicijn? Want het is toch de zin van het leven, dat er eentje zegt, kom maar bij mij. Dankjewel Anja voor dat gedicht. Met deze woorden sluiten we af. Ga met God en hij zal met je zijn. Blijf bij hem, blijf bij elkaar. Tot de volgende keer.